En het project Mozaïek van het Surinaamse volk is gisteren officieel afgesloten in het IGSR-gebouw. Dit project bestaat uit een boek en een documentaire die in samenwerking met het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS en ATV zijn uitgebracht door de Universiteit van Suriname. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank heeft voor de financiële ondersteuning gezorgd. 18 auteurs hebben meegewerkt aan het schrijven van het boek, terwijl 26 mensen een bijdrage hebben geleverd aan de documentaire. Al deze medewerkers mochten bij de afsluiting gisteravond een certificaat in ontvangst nemen. Professor Jack Menke, een van de auteurs van het boek, vindt het project een unieke ervaring. Menke legt uit wat het voornaamste doel is van het boek en de documentaire Mozaïek van het Surinaamse volk. Scholen en HAVO, dus een aantal lessen zijn gebruikt. En met name die lessen over demografie, geografie, zijn zeker op twee plaatsen waarvan ik weet toegepast. En dat is de bedoeling eigenlijk, dat we de universiteit midden in de samenleving plaatsen. En dat je bruikbaar materiaal levert voor niet alleen de universiteit zelf, maar ook het onderwijs en voor het beleid. En ik denk dat we daarin dan heel goed zijn geslaagd. Menke praat vol lof over de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Hij geeft aan wat hem en de overige auteurs heeft geïnspireerd te werken aan de publicatie. Ik weet niet of je bekend bent met het boek van Albert Helman, Cultureel Mozaïek van Suriname. Maar dat is dus niet een boek dat eigenlijk cijfers behandelt. Het is werkelijk cultureel in de zin van de talen van de inheemse, de gewoontes van de inheemse en de Marons en van de andere etnische groepen in de stad. Maar ik denk dat dus dat boek ons ook heeft geïnspireerd om de titel, dus in elk geval Mozaïek, als eerste woord in de titel te gebruiken. En tot slot natuurlijk, Suriname is gewoon een mozaïek. Ja, en een lang verhaal kort, Naipaul is een Trinidadiaanse novel writer, romanschrijver. Hij heeft de Nobelprijswinnaar gewonnen. Hij is Nobelprijswinnaar geweest en hij heeft in 1961 heeft hij een boek geschreven, The Middle Passage. En daarin stelt hij vast dat Suriname het meest cosmopolitische land is of samenleving in het hele Caribisch gebied. En dat Trinidad, waar hij vandaan komt, en Guyana nog ver achter Suriname lopen. Maar hij zegt, Suriname is zich niet bewust van die unieke diversiteit, wat wij hebben genoemd Mozaïek van het Surinaamse volk. Aldus professor Jack Menke over Mozaïek van het Surinaamse volk. Dit project, dat in samenwerking met het ABS en ATV is uitgevoerd, is gisteren officieel afgesloten.